wat ik meegemaakt heb in mijn carrière, wil ik dat gewoon overbrengen op de tennisspelers. En ik hoop ook dat die kinderen dat meenemen om zo alles uit hun sport te kunnen halen. Meteen na schooltijd komen de kinderen binnen. Voordat de training begint, kunnen ze eerst hier nog terecht in een lounge-ruimte of studeerkamer. Ik geef nu toevallig een privéles. Maar zometeen heb ik bijvoorbeeld ook een grote groep van acht jonge jeugdspelers. En die geef ik ook een aantal keren in de week les gewoon. Dennis werkt in totaal met 5 trainers. Ik ben benieuwd wie nog de punten kan spelen zoals ze vorige week technisch getraind hebben. Dat zijn eigenlijk de toekomstige onder 12 spelers voor de komende jaren. En ja, we zijn gewoon hard aan het werk om van de kinderen een wat betere en completere tennis te maken. Hey, pas je op! Eerst maakte ik, ging ik helemaal meteen zo. En toen ging ik zo. En nu ga ik zo in de eerste, tweede les. Maar eerste les had ik het al geleerd. 50 keer. 6, 7, 8, 9, 10.